Zo. Ik heb allerlei browser-tabbladen klaargezet met allemaal voorbeelden. Dus geen PowerPoint of zo, maar allerlei browserfensters. En het voordeel daarvan is dat ik allerlei live demonstraties kan geven. Nou, het eerste waar ik dus mee ga beginnen is interactieve 360 graden video. Dit zijn dus opnames gemaakt met 360 graden videocamera slash fotocamera. En ja, daarmee kun je bijvoorbeeld scenario gebaseerd leren. Dus je ziet een video van een situatie. Je maakt een keuze en aan de hand van jouw keuze wordt een volgende video getoond. Nou, het voordeel van 360 graden is dat je je eigen kijkrichting kunt bepalen. Heb je de beschikking over een VR-bril, ik heb er eentje in mijn handen, dan in combinatie met 360 graden video, dan is het eigenlijk net alsof je in die situatie bent. Dan is het net alsof die mensen die je in beeld ziet echt voor je staan, waardoor het ook veel meer binnenkomt. Als je echt een soort van onderdompelende leerervaring zoekt, dan is dit daar een goede techniek voor. Nou, wat ik hier voor me heb is, dit is in het medisch centrum in Leeuwarden opgenomen voor HAGO, schoonmaakorganisatie. En ik ga een paar van die scènes die hierin zitten laten zien. Ik ga hem nu even starten. Hij is zwart. Oké, dan ververs ik hem even. Kijken wat er gebeurt. Nog een keertje. Ja, hij doet het. Hallo, welkom in het ziekenhuis. Ik ben Suzanne, ik ben jouw leidinggevende. Een aantal dingen wil ik je nog even laten zien en vertellen uiteraard hoe wij hier te werk gaan. Ik zou zeggen, ga je mee? Nou, Suzanne, zij is in het echt trainen voor schoonmakers. En nou, er gebeuren hier een paar dingen. Eén is, ze kijkt natuurlijk recht in de camera. En met een VR-bril op, dan staat ze ook recht op voor je gevoel op een meter afstand. En ze wil je hier wat autonomie geven, wat controle geven. En dus daarom kan je ook zelf zeggen van ik ga nu mee naar de volgende stap in de training. Oké, zoals je ziet is hier Ah, een kleedkamer. dit is dus een onboarding training voor schoonmakers die vers beginnen. Daar wordt deze voor gebruikt. En ik ga even, dit is een wat langere scène, dus die sla ik even over. En ik ga naar de. Dit is je werkkast met de Ga tevens je naar de hele. scène toe waarbij je leert hoe je om moet gaan met een Zijn de patiënt. Dat is wel patiëntenkamers? interessant, hè? Dus je zit er hier onderdelen in over collega's aanspreken. Dat zit hier bijvoorbeeld. Zo van als je collega gedrag vertoont wat niet juist is, hoe moet je daarop reageren? En dit gaat over een patiënt. Dus je bent in een patiëntenkamer en als schoonmaker mag je daar niet zo heel veel mee. Dus in dit geval, dus ik ga hem even afspelen. Ik kan het even horen. Hallo, mag ik van jou misschien een glaasje water? Nou, dan krijg je hier dus drie opties. En aan de hand van die optie krijg je weer bepaalde feedback. Je mag bijvoorbeeld dus geen glas water geven. Dus moet je hier, zou het juiste antwoord moeten zijn, een leidinggevende erbij roepen. Oké, dan wacht ik nog Dus eventjes. dan wordt dus de video getoond die past bij dat antwoord. En dus dat is de feedback die je krijgt. En dan na afloop komt dan nog even de trainer in beeld gewandeld om jou nog een terugkoppeling te geven over de situatie. Nou, een klant van ons is SVO.
En zijn we bezig met meerdere producten. Eén product is een 360 graden fotorondleiding. Dat is natuurlijk wat techniek die al wat langer bestaat. Maar nog steeds een prima middel is om, om mensen een beeld te geven van een bepaalde locatie. We zijn hier in de locatie Markthal, dus die zie je ook de Markthal in Rotterdam. En het is op zich vrij recht toe recht aan, maar er zit ook wel iets bijzonders in. Namelijk, als je in de keuken komt, zit daar een knop, kijk wat er in de keukenkast zit. Dus als ik daarop druk, gaat alles open. Dus de barbecue is open, de laadjes open. De magnetron staat open. Dus hier kan je dus ook bijvoorbeeld bepaalde leervragen in stoppen. Door dus te spelen met die interactieve mogelijkheden, kan je ook bijvoorbeeld een soort van escape room erin bouwen. Of een vraag waarbij iets opgezocht moet worden. Je zou vragen kunnen stellen over verschillende kleuren snijplanken bijvoorbeeld. Het volgende wat wij voor SVO doen is een video. Dit is een soort van, ook weer een soort van onboarding, maar dan voor studenten die hebben gekozen voor de opleiding. Deze zal een beetje haperen op deze manier. Maar ik start hem toch even. Hoi, welkom bij SVO vakopleiding Food. Mijn naam is Janine. Leuk dat je hebt aangemeld bij een van onze opleidingen van SVO. In deze 360 graden video neem ik je graag mee op onze locatie hier achter mij in de Markthal. Dus het lijkt qua opzet best wel op die fotoopleiding, maar het verschil is dat Janine echt, zoals weet zij, echt in jou aanspreekt. Je hebt best wel het gevoel alsof ze voor je neus staat, zeker als je een VR-bril opzet. Waardoor je, ik heb zelf wel eens het idee van, ik word zo indringend aangekeken, ik durf niet eens even weg te kijken, want ik heb het gevoel dat ze het dan zou merken, terwijl het gewoon een video is. Ik ga even denken hoor. Ik ga naar lokaal 1. Als hij snel genoeg is hoor, anders zal ik deze stoppen. Hier ben ik in een van de leslokalen. Achter mij op het bord zie je de Mijn SVO-omgeving. Om op school in te kunnen loggen op Mijn SVO, heb je eerst een wifi-code van de school nodig. Die verschijnt nu in beeld. Als het gelukt is om hierop in te loggen, kun je naar Mijn SVO en daar inloggen met de door jou gekregen gegevens. Als dat gelukt is, dan zie je dit scherm voor je. Elke tegel heeft zijn eigen uitleg. In de volgende video's waar je op kunt klikken, kun je die uitleg krijgen. Wil je liever het andere lokaal zien, ga dan met me mee. En hier komen dus eigenlijk platte video opties in beeld. Zo van, wil je meer weten, komt er een platte video. Ik zal hem even aanklikken. Waar je dus gewoon een gewone uitleg... Bij SVO wordt al het lesmateriaal... Dit is dus het gedeelte over wat ik wilde laten zien over 360 graden video en foto. Dus ik stop even met het delen van mijn scherm. En Debbie, als is de vraag aan jou, is er een vraag in de chat gekomen hierover? Nee, ik zie nog geen vragen binnenkomen in de chat. Ik was even aan het kijken of ik iedereen kan... ik zie wel dat iemand aan het typen is. Vincent. Je mag ook praten. Vincent, ik zat te kijken of ik hem kan dempen. Juist. Wacht even hoor. Waar ben je, Vincent? Nee, ik kan hem niet dempen. Maar hij heeft de vraag gesteld welke software hiervoor... Er zijn best wel een hoop verschillende soorten software. En die verschillen heel erg in gebruiksgemak en de kosten. Op het algemeen is zo software dat gebruikersvriendelijk is. Betaal je dan behoorlijke bedragen voor iedere maand. Software die wat minder gebruikersvriendelijk is, zitten er weer geen abonnementskosten aan vast. Wij werken met KRPano, dat is de meest gebruikersonvriendelijke software die er is. Maar heeft ook heeft ook veel mogelijkheden en je hebt geen abonnementskosten.
Maar je hebt ook bijvoorbeeld Warp. Warp is een Nederlands bedrijf wat ook wat een virtual reality platform heeft. En daar upload je eigenlijk je 360 graden video en dan maak je ook je script op hun platform. En daar bouw je dan de interactie in. En moet je wel denken aan tarieven van afhankelijk van wat je wensen zijn, wat voor organisatie je bent, van 200 tot 700 euro in de maand. En die tools die wij maken, die kan je gewoon op je eigen webserver plaatsen. Dus SVO heeft gewoon de tool die wij hebben gecreëerd op hun eigen website webserver geplaatst. Vincent, als het goed is, kan je nu terugpraten. Je kan jezelf dempen. Dankjewel, super. Ja, duidelijk. Ik vroeg me een beetje af waar je de interactiviteit hebt ingebouwd. Ja. Ja, dus die, we hebben eigenlijk die... wat zeg je? Er zijn vele wegen naar Rome. Ja, en wij hebben eigenlijk dat Caipano, wat vooral wordt gebruikt voor foto's, hebben wij eigenlijk een beetje aangepast dat die ook geschikt is voor video. Okay. Ik had zoiets van... een opdrachtgever moet mij betalen om het werk te doen. En dan wil ik die ook niet ook nog eens een keertje opzadelen met abonnementskosten. En op deze manier kunnen we dat vermijden. Oké, dankjewel. Zijn er andere vragen hierover? Bijvoorbeeld over wat voor soort toepassingen kan ik me voorstellen dat daar, als mensen daar iets over willen weten. Bart had ook nog een vraag staan in de chat. Maar Bartje, kan je zelf eventueel ook unmuten en de vraag stellen als je dat zou willen? Ja, zeker. Hi Sjoerd. Nou, ik was benieuwd hoe lang je bezig bent geweest voor bijvoorbeeld die SVO sequence. Kun je daar iets over zeggen? Ja zeker. Het zijn grofweg 6 stappen te zetten om te komen tot een volledig tour. Zelf wat je niet meetelt, want het kan er eentje meer of minder zijn. Maar je hebt te maken, de eerste is natuurlijk de leerdoelen bepalen. Daarna krijg je je scenario en je storyboard ontwikkelen. Filmen proberen wij op één dag te doen. Dus dan heb je eerst het filmen. Dan heb je videobewerking. Het toevoegen van de interactie en de oplevering. Zit je op, ik heb stiekem wel geteld, zit je op 6 stappen. Dus dan, wat wij altijd zeggen is, afhankelijk van wat de opdrachtgever zelf wil doen, is bepaald van wat de totale hoeveelheid tijd is die het duurt. Als de opdrachtgever goed snapt wat scenario gebaseerd leren is, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van video, want je moet immers keuzes kunnen maken in de video om het een beetje spannend te houden. Dus als je goed snapt dat zo is, dan kan je ook als klant zelf het script maken. Wat je goed moet beseffen bij deze techniek is dat de camera alles vastlegt. Dus hij filmt rondom. Dus je kunt geen dingen wegmoffelen uit beeld. Wat heel belangrijk is de afstand tot de camera. Filmafstand om zeg maar een onderdompelende ervaring te geven is ongeveer 1 meter. Dus Suzanne en Janine stonden ongeveer een meter van de camera af. Als je dus de afstanden te groot maakt, heb je niet meer dat gevoel dat alsof diegene ook voor je neus staat. Dus dat zijn en je gaf aan een dag filmen, nou ja, scenario en dat soort dingen maken. En dan de montage en interactie toevoegen. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Monteren is 1 tot 1,5 dag en interacties is ongeveer 2 dagen. Dus het is zo van, die software is wat lastiger, dus dat is wat meer gedoe dan bij andere software. Maar dat verschilt een beetje wat de wensen zijn. Als er veel platte content toegevoegd moet worden, dat vind ik zelf best wel leuk, om ook dat je ook foto's kunt oproepen en platte video's kunt oproepen, dan kost het wat meer tijd om te doen. Maar het valt mij erg mee, moet ik zeggen hoor. Maar dat is een gevoel hoor. Ik denk het geheel is ongeveer een dag of 7, 8 voor een video. Ja. Ja. En we gaan nu voor SVO ook in andere locaties vastleggen. En ze willen ook een open dag op deze manier gaan doen. Want wat jullie zagen was voor stand die al hebben gekozen. En nu willen ze ook zeg maar de online open dagen. Om die ook een soort van permanente karakter te geven. Dat ze dus wel
live streamen als op scholen. En als derde optie erbij, mogelijk ook in virtual reality. Dus dat is natuurlijk een open dag die dan altijd open staat. Ja, dat is wel een mooie toepassing inderdaad. Ja, heel leuk. Zijn er nog andere vragen? Oh, Vincent heeft nog wel een vraag, zie ik. Ik zie zijn hand opgestoken, dus ik ga hem even unmuten. Ja. Ja, ik vroeg me even af. Ik heb zelf een 360 camera van een Samsung die ooit via de telefoon te gebruiken was. Ja. Heel leuk speelgoed, absoluut. En je kan er best wel wat mee doen. Maar wat voor camera gebruik jij hiervoor? Ik heb hem hier zo. Ik gebruik de Coolcam, deze. Oké. Coolcam is een 8K camera. En die heb ik ook gezet moeten aanschaffen, omdat er zijn nu... Want ik heb hier de Oculus Quest 1 bril. Dat is een 5K bril. Maar die wordt niet meer verkocht. Je hebt nu de opvolger, de Oculus Quest 2. En die heeft 8K. Dus eigenlijk zou het zonde zijn als je niet ook beelden erop kan tonen die dat hebben. Kijk eens. Jij bent de gelukkige. Ik ben ermee aan het spelen, ja. Ja, goed zo. Maar oké, dus je hebt een 8K camera. Dat is inderdaad, want het probleem is voor mij was met de andere camera om professioneel te gebruiken, is die was 4K. En dat lijkt heel veel, maar voor een 360 omgeving is 4K dan eigenlijk helemaal niet zoveel meer. En dan gaat het heel hard qua kwaliteit achteruit. Ja, dus je ziet ongeveer een vierde tot een vijfde van het totale van die 360 graden zie je tegelijkertijd. Dus je moet dus jouw resolutie door vieren delen, wat je dus ziet. Ja, en ook nog eens keer in VR ook nog eens keer één per oog één beeldscherm. Dus dan blijft er niet zoveel over inderdaad. Nee, dat gaat hard. En het is, de kwaliteit is best belangrijk, want je hebt als je echt het gevoel, mensen het gevoel geven dat ze opgenomen zijn in een situatie, moet het ook echt lijken. Ja. Oké, dan ga ik over naar deel 2 over 3D. Dus ik ga mijn scherm weer delen. Deze even afsluiten. Ik heb mijn geluid niet gedeeld, maar ik heb ook geen geluid verder, volgens mij. Nee. Deel 2, dat gaat over eigenlijk 3D-modellen en dan in het bijzonder 3D-modellen in relatie met tot e-learning, tot virtual reality en tot augmented reality. Dit is iets waar we wat later mee begonnen zijn. Eerst deden we vooral 360 graden video en nu zijn we steeds enthousiaster geworden over deze techniek. Wat het eigenlijk is, 3D-modellen, ik heb hier een 3D-model van een Arduino. Die plaatsen wij op een website. Ik ga daar even naartoe. De website heet Sketchfab. Sketchfab dat lijkt best wel op YouTube qua opzet. Met als grote verschil dat je hier je 3D-modellen plaatst. Dus niet je video's, maar je 3D-modellen. En ik ga jullie een aantal voorbeelden laten zien van wat je daar dan mee zou kunnen. Nou, een van de dingen is dus, ik zit hier in een e-learning omgeving, een nieuw spring. Alle mij bekende e-learning omgevingen die staan ertoe dat je externe inhoud insluit. Dat kan dus een videootje zijn, maar dat kan dus net zo goed een 3D-model zijn. Dus het 3D-model staat op Sketchfab, maar dan ingesloten in jouw eigen omgeving. Kun je er allerlei leuke dingen mee doen. Een verschil met bijvoorbeeld, zou ik hier een plaatje of een video van een Arduino plaatsen, dan kan je dit niet doen, zeg maar. Zelf bepalen hoe je hem wilt bekijken. En het idee is eigenlijk dat dit een wat meer een soort van onderzoekende houding van de lerende moet aannemen. En dan hieronder heb ik dan een sleepvraag gemaakt, waarbij je dus wordt de vraag gesteld van welke componenten zijn er hier gemarkeerd. En ik heb hier dan die annotations aangebracht, zo heten ze. En daarmee, als ik hieronder klik, dan zoom ik eigenlijk in op die diverse componenten. En vervolgens kan ik dus hier zo door
deze vakjes te slepen, kan ik die vraag beantwoorden. Zo, kijk of ik het... Oh, wacht, nu zie ik... Teams zit over mijn controleer antwoordvraag. Maar goed ook. Ik ben bang voor het antwoord. Zo heb je dus het 3D-model ingesloten in de e-learning. Hierzo. Als je een VR-bril opzet, kun je dus die 3D-modellen, diezelfde 3D-modellen ook bekijken. Maar dan sta je eigenlijk in de naast het model, als het ware. Ik ben hier even naar YouTube gegaan. Ik had eerder vandaag deze opname gemaakt en mijn eigen kijkrichting opgenomen. En ik sta hier als een soort van kabouter eigenlijk. Naast een Raspberry Pi, dat is een andere microcontroller. En ik heb dat perspectief veranderd, zodat je dus in een netwerkaansluiting kan gaan staan, bijvoorbeeld. Of dat nuttig is, dat weet ik niet, maar ik vond het wel leuk om te doen in ieder geval. En nu spring ik eigenlijk op. Dus je ziet mezelf met zo'n VR-controller eigenlijk teleporteren over het model heen. Dus je springt dan van plek naar plek. Dus dan, ja, nu maak je dit zo'n microcontroller die maar, hoe groot is die? 10 centimeter ongeveer. Die maak je nu mee vanuit een heel ander perspectief. En nou, dat was best apart om mee te maken. Volgende voorbeeld is qua techniek hetzelfde, namelijk een e-learning omgeving met een 3D-model en een matching vraag. Ik heb hier als 3D-model dus voor de opdrachtgever MK Publishing, dat is een uitgever voor het VMBO met name. Ik heb een domotica, een soort van 3D domotica modelwoning met daarin een aantal objecten die het voor mensen met dementie makkelijk maakt om thuis te wonen. Nou, dus je kunt dus dan die woning kun je gewoon in rondlopen. Dat kan dus op deze manier. Kan ook weer in virtual reality. Dus, dit is hetzelfde soort video dat je net zag, maar dan sta ik eigenlijk in dat huis. Dan heb je dus weer hier zo die sleepvraag. Dus je hoeft helemaal geen VR-bril te hebben om deze woning te bezoeken. Alleen heb je wel een woning, dan sta je erin. Dus dan heb je een wat meer een onderdompelende ervaring. Het volgende voorbeeld is weer een 3D-model met een sleepvraag. Ik pak deze erbij omdat het een heel ander soort toepassing is. Het gaat over voedselherkenning. Dus hier heb je vier kruiden. Die je dus helemaal kunt onderzoeken. Je kunt dus niet proeven of ruiken of zo, maar wat je wel kunt doen is zelf bepalen hoe je hem wilt bekijken. En dan zit ook weer hier die matching vraag. Dit is weer op YouTube, heb je diezelfde kruiden, maar dan in augmented reality weergave. Dit heb ik met mijn telefoon opgenomen. Ik heb zelf een vrij trage telefoon, daarom schokt het een beetje. Maar dit is dus in mijn woonkamer en dan kan je dus eigenlijk zo'n object kan je dus in je eigen ruimte neerzetten. Hetzelfde idee als wat je ook al hebt van Pokémon Go bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk weer een andere manier om om te gaan met die 3D-modellen. Dus augmented reality. Zijn ook wel brillen voor, Microsoft HoloLens bijvoorbeeld, maar die zijn nog zo kostbaar dat het dan niet echt gangbaar is. Maar met je telefoon werkt het op zich prima. Volgende voorbeeld in een andere elektronische leeromgeving. Dit is RISE. Dit gaat over een e-learning die is momenteel in ontwikkeling. Een fijnstofmeter. Dan heb je hier bijvoorbeeld een lijstje met de benodigdheden om zo'n meter te kunnen maken. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen van ik wil een afbeelding van zo'n microcontroller. Maar je kunt ook zeggen van in plaats daarvan plaats ik een 3D-model. Ik heb deze toegevoegd. Deze heb ik ingekocht. Dat was iets van 5 euro uit mijn hoofd.
Dus heb ik gekocht op een stock website voor 3D-modellen en geplaatst op Sketchfab en vervolgens hier ingesloten. En ik heb hier zo, dit is dus zo'n lasdoos. Daar komt dan de microcontroller en de sensor in. Ik heb hier een lasdoos in het echt. En hier zie je dus alle 3D-geprinte componenten. Zie je alvast hier op hun plek zitten. Dus dan krijg je al, het idee is dat je alvast een beter gevoel krijgt bij wat je gaat, gaat doen. Er zitten ook al van die annotations in met links naar de modellen. En als je dan hier kijkt, heb je de lijst met de 3D de componenten om te printen. Nou ja, dat is natuurlijk heel makkelijk, want dat zijn al 3D bestanden. En wat 3D is, kun je dus printen, maar dan kan je ook op Sketchfab plaatsen om het vervolgens weer hier zo in te sluiten. En nou hier, je ziet, ik ben best wel fan van de combinatie 3D-modellen en die matchingvragen. En dat heb ik dan ook hier weer gedaan. Dus op zich hebben we dit wel een beetje besproken. Wat wel aardig is, is deze. Dit is ook een sensor die in, die, in dat luchtmeetstation opgenomen is. En hier is het, dit is zogenaamd een open vraag, is het niet. Er worden maar een paar antwoorden geaccepteerd. Dus hier is de opdracht van zoek de massa-aansluiting. Dus dan, nou, dan kan je dus die annotations kun je nagaan. Nou, hier heb je de massa-aansluiting, nummer 4. Dus het is natuurlijk een hele makkelijke vraag, makkelijk te beantwoorden vraag. Maar het doel is hier niet om studenten te testen, maar om ze uit te dagen om zo'n sensor te onderzoeken. En ik hoop dan dat ze dus onthouden hebben door deze vraag te beantwoorden. Dat dit dus de massa-aansluiting is. Volgende voorbeeld pak ik erbij omdat ik nu niet in een e-learning omgeving zit, maar in een WordPress omgeving, zo'n website. Hier ben ik voor, dit is een opdracht, ben ik nu mee bezig. Het is nog in een vrij pril stadium, maar het gaat over een bouw van elektrische auto's voor MBO klasse 1-2. En het leek mij wel aardig als ze ook ja, eigenlijk in die opdracht een, het chassis van een Tesla zien. Dus ik heb eigenlijk een Tesla chassis op Sketchfab geplaatst. Want ja, normaal gesproken zie je het natuurlijk helemaal niet. Nu heb je dus de mogelijkheid om, om die helemaal te verkennen. Ook weer met van die annotations. En deze zou je dus in virtual reality kunnen bekijken. Je zou in augmented reality zou je hem dus eigenlijk op je schoolplein of in je patentlokaal kunnen plaatsen. Dus een drukje op een knop, heb je even je chassis van je Tesla, druk je weer op de knop, is die weer weg. Dus hier kost je geen, neemt geen ruimte in beslag. Dit is een projectje geweest die ik heb uitgevoerd. Dit noemen ze een configurator. Kun je je eigen product samenstellen. Dit is natuurlijk een oldtimer, die is niet te koop. Maar je kunt hier zo, kun je zogenaamd je eigen Porsche samenstellen. En je ziet steeds meer bedrijven die dat doen. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van je eigen barbecue of je eigen partytent. Dan, nou, dan klik je dus, je hebt, Audi heeft het trouwens ook, Audi werkt ook met Sketchfab. Dan heb je niet alleen je kleur, maar ook je interieurkleur en je kunt je velgen veranderen. Er zit ook een bestelknop op. Dus dat is een manier om, om je ja, een product op maat samen te stellen. Ik ben sinds een week heb ik een... Ik dacht dat ik een soort van nieuwe hobby heb, namelijk scannen, 3D scannen. Ik heb hier, dit is de piramide van Austerlitz, die zit bij mij, die is denk ik een meter of 30 hoog of zo. Dat is bij mij in de buurt. Ik heb hier een drone, deze. En ik ben er eigenlijk een aantal rondjes omheen gevlogen. Ik heb ongeveer 500 foto's ervan gemaakt. En software heeft met deze foto's, ik heb hier trouwens één zo'n foto's tussen gestopt. En software heeft die heeft eigenlijk een 3D-model van geconstrueerd. Dit noem je fotogrammetry. Ik
kan je dus eigenlijk als het gaat alles waar je een beetje bij kan, waar je een beetje omheen kan vliegen, of kleinere objecten die je gewoon met een normale camera doet, kun je op deze manier eigenlijk vastleggen in 3D. Dat is ook wel grappig trouwens, want dan kan je ook mijn schaduwrichting veranderen. Het bewijst dat het echt een gerenderde afbeelding is. Ik hou Alt ingedrukt, beweeg met mijn muis en ik verander de belichting. Ik heb hier geen commerciële intenties mee, maar ik vond het gewoon. Op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik met die drone kon doen. Ik had dat gewoon vliegen en filmen, dacht ik van hartstikke leuk. Maar nu heb ik dus een soort van nieuwe toepassing voor. Waarbij ik dus het vliegen met de drone kan combineren met 3D modeling en plaatsen op Sketchfab. Hier was ik net al even. Dit is voor opdrachtgever Consortium Beroepsonderwijs. Maar hier staan dus wel 187 modellen op. En bijna al deze modellen die zijn dus ingesloten in e-learning omgevingen. Dus sommige, deze bijvoorbeeld, heb ik net behandeld. En hier zo, deze heb ik ook net laten zien. Maar je ziet hier bijvoorbeeld ook allerlei werkstukken. Dus metaalwerkstukken, houtwerkstukken. Het zit dus allemaal in e-learning omgevingen, zodat je als student of je krijgt een beter zicht op wat je straks gaat maken, of je gebruikt dit om een betere keuze te maken wat je wilt gaan maken. Dit is weer iets anders. Hebben wij niet zelf gemaakt helaas. Ik weet niet eens of wij dat wel zouden kunnen. Dit is een soort van permanent virtueel festival. Staat ook op Sketchfab. Dit is een. Je kunt hier elkaar niet live ontmoeten. Dus het is in die zin statisch. Maar het aardige hiervan is dat het eigenlijk een soort van een permanent festival is. Dus nou ja, je kunt op deze manier eroverheen navigeren zoals ik aan het doen ben. Je kunt natuurlijk ook met je VR-bril hier rond. Ik ga even een tent in door op zo'n annotation te klikken. En dan druk ik op die knop en dan gaan we de tent in. Ja, dus ik ben nu in die tent. Dus hij is eigenlijk gewoon, hij heeft een nieuw 3D-model geladen. En hier zie je eigenlijk gewoon een soort van permanente standhouders die hier hun waren tonen. Er zijn ook van die annotations bij en die kan je dan bijvoorbeeld links naar websites, naar producten, zijn er soms video's in verstopt. Kijk wat dit is. Een contactformulier. Dus een hele andere manier om. Om een festival te organiseren. Misschien het zal niet iedereen's ding zijn, maar ik vind het wel een bijzondere aanpak. Dan even over vakpuntexpert. Het bestaat uit ons drieën. Onze gegevens staan hier ook bij. Dus als je ons wilt benaderen voor het een of het ander, dan kan dat natuurlijk. LinkedIn. Ben ik vrij actief op. Dus ik post bijvoorbeeld over sommige dingen zoals ik net heb laten zien, heb ik ook over gepost op LinkedIn, zoals hier over dit luchtmeetstation. Wat ik hier bijvoorbeeld heb gedaan is, zoals ik net een, ik zal het gelijk uitzetten, jullie live een demonstratie gaf, heb ik dat hier mijn scherm opgenomen. Dus ik neem mijn scherm op van 3D-modellen op Sketchfab, om ze vervolgens hier met een videootje op LinkedIn te kunnen plaatsen. Want video werkt wat beter dan hier een 3D-model plaatsen. Er krijgen meer mensen een beeld van de mogelijkheden. Dus ik stop even met het delen van mijn scherm. Zo. Dit was wat ik jullie wilde laten zien. Nu is er weer ruimte voor vragen. Dus eerst even aan jou, Debbie. Is er iets in de chat binnengekomen?
Ja, Bart had een vraag. Die kan zichzelf dempen. Of unmuten, sorry. Ja, ik vroeg me af, hè, wat voor formaat is dit? En stel dat we een native app bouwen, hè, kunnen we die modellen daarin integreren? Formaat maakt niet zo gek veel uit. Sketchfab ondersteunt veel formaten. Maar belangrijker nog zijn zogenaamde upload plugins beschikbaar voor bijna alle 3D softwareprogramma's. Dus of je nou Inventor gebruikt of SolidWorks of SketchUp, die hebben allemaal, kun je daar een plugin voor installeren. En dan is het eigenlijk een kwestie van, je gaat in je menu naar Upload to Sketchfab, voer je de code in van het kanaal en dan word je erop geplaatst. Dan ben je er nog niet helemaal, want op Sketchfab moet je nog een aantal instellingen maken om het wat mooier te maken. Dus de belichting bijvoorbeeld, die stel je in Sketchfab in. En die annotations die ik zelf heel mooi vind om onderdelen uit te lichten, die nummers met die teksten, die voeg je ook toe in Sketchfab. Dan heb je ook wat meer professionele accounts waarbij je bijvoorbeeld, dan krijg je dingen als dat je nog meer kunt aanpassen naar je eigen wensen. Dat de klant ook niet in de gaten heeft dat die modellen draaien bij Sketchfab bijvoorbeeld. Je hebt ook zoiets als app-free augmented reality. Want ik heb net het augmented reality laten zien met die planten. Daarvoor moest ik een Sketchfab app gebruiken. Maar heb je dus een professioneel account, dan kun je dus augmented reality gebruiken vanuit je browser. Dus dan verplicht je jouw klanten niet om hun app te installeren. Is jouw vraag zo beantwoord, Bart? Ja, helder. Ja. We hadden ook nog een vraag van Ronald Blauw. Die kan zichzelf ook eventueel unmuten. Anders kan ik hem voorlezen hoor. Maar... Ja, ik heb mezelf mute. Dan kun je hem ook zien als het goed is. Ja. Ja, Sjoerd, jullie net zo'n festival zien als laatst. En daarvan zei je, je kunt hier niet rondlopen nu. Maar is dat iets wat wel mogelijk zou zijn in een later stadium? Bedoel je live elkaar ontmoeten? Ja, dat je echt met als het ware duizenden gebruikers tegelijk kunt rondlopen daar. Dat doet Sketchfab nog niet. Er zijn wel andere toepassingen voor. Oculus heeft daar zelf programma's voor. Toevallig, ik kan je dat trouwens ook wel even... Als je wil kan ik het zo voor je opzoeken, maar er is nu een mogelijkheid. Er is een bedrijf wat jou de mogelijkheid geeft om je eigen virtuele ontmoetingsplaatsen samen te stellen. En dan kun je zelfs inrichten met 3D-modellen van Sketchfab. Je hebt dan een soort van lege ruimte. Vervolgens ga je op Sketchfab je eigen interieur. En die objecten, daarmee maak je eigenlijk je virtuele ruimte wat gezelliger mee. En die is dan wel geschikt om met behulp van avatars elkaar daarin te ontmoeten. Ik ben er zelf niet zo'n groot fan van avatars. Ik vind het toch een beetje vreemd, omdat je ziet hele simpel getekende poppetjes waarmee je communiceert. De ene heeft er wat minder moeite mee dan de ander. Zeg maar, de mogelijkheid om een soort van digitale kopie van jezelf in een online omgeving te plaatsen, dat begint nu pas een beetje langzaam aan te komen. En daar is eigenlijk de hardware niet echt snel genoeg voor. Dus als je nu dus elkaar virtueel wilt ontmoeten, dan heb je altijd te maken met een avatar. Ja. Nou, ik ben er wel benieuwd naar, dus als je dat kan... Blijf van ons even hangen, dan kan ik het zo gelijk even voor je opzoeken. Maar er zijn meerdere partijen die het doen. En ook Mozilla van Firefox heeft ook iets. Heeft ook een toepassing om elkaar live te ontmoeten. Ja. En wat je dan dus ziet is... je hebt dan bijvoorbeeld een presentatiescherm waarop bijvoorbeeld je PowerPoint virtueel kunt delen. En dan heb je in het publiek zitten mensen bijvoorbeeld zitten op een soort van bijvoorbeeld een podium. Zie je er allemaal avatars zitten. Of mensen kunnen vrij rondlopen. Er zijn meerdere varianten die ik erin heb gezien. En een compagnon van mij, Michiel Groot-Koelkamp heet hij, die heeft laatst 8 Oculus Quest 2 brillen opgestuurd naar zijn klanten. Zodat ze elkaar online konden ontmoeten. Moesten ze dan weer terugsturen, maar dan konden ze dus... Nog wel. Ja, nog wel.
Maar dan konden ze dus, dus op deze wijze met elkaar communiceren. Dus hij heeft toen zijn laatste ontwikkelingen gepresenteerd, maar dan in virtual reality. Gaaf. Ja, ik kan het je wel aanraden om het eens te proberen. Kijken of het iets voor jou is. En ik zou vooral ook rondvragen van hoe andere mensen het vinden. Want ik had er zelf wat minder mee, bijvoorbeeld. Ja, precies. En heb je dan ook echt zo'n Oculus-bril daarvoor nodig? Want ja, je kan ook je smartphone gebruiken in zo'n Google Cardboard dingetje. Ja, met smartphone heb je eigenlijk 360 graden weergave. Heb je gewoon vanuit één punt bekijk je de omgeving. Maar met een echte virtual reality bril is 3D. Dus dan heb je dus ook geen 3, maar 6 vrijheidsgraden. En in 3D kun je figuurlijk gezien gaan en staan waar je wilt. Dus het is niet alleen bij 3 vrijheidsgraden. Dus als je dus je telefoon in een kartonnetje doet, kan je dit doen. Kan je bril een beetje zo om je heen kijken. Maar met 6 vrijheidsgraden heeft het ook daadwerkelijk zin om je positie van je bril te veranderen. Maar dan verandert jouw positie in de virtuele wereld ook. Dat heb je nodig ook voor die virtuele ontmoetingen. En ook eigenlijk wel voor die 3D-modellen die ik heb laten zien. Maar je hebt het niet nodig voor die 360 graden video. Daar heb je genoeg aan een bril met 3 vrijheidsgraden of je telefoon in een kartonnetje. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Zijn er andere vragen in de chat of kunnen we over op de vragen die mensen nu willen stellen? Ja, Arjan de Haas had ook nog een vraag. Arjan, jij kan jezelf ook unmuten en je vraag eventueel stellen. Ja, ik heb ook een drone. Ik ben erg benieuwd naar de software die je gebruikt hebt om dat in een 3D-model om te zetten. Er zijn heel veel softwareprogramma's voor. Maar ik heb nu Reality Capture gebruikt. Die is wat sneller dan de meeste andere. Maar je hebt ook Metashape bijvoorbeeld. En nog een paar andere ook. Maar ik denk Reality Capture is een goede om mee te beginnen. Ja, Autodesk had er eentje en die is de hele tijd gratis geweest. Ja. Maar die hebben ze uitgezet. Dus, Oh, dat is jammer. Maar deze Reality Capture is net wat goedkoper geworden. Dat betaal je nu alleen maar als je gaat publiceren. 1, 2, 3 euro of zo. Mm. Ja, voor mij is het ook nog één grote ontdekkingstocht. Maar ik vind het nu vooral heel leuk. Ik was gisteren nog naar hier in Amersfoort, waar ik woon, heb je het Belgenmonument. Ik wist dat je daar een beetje een soort van omheen kon vliegen, dat er weinig bomen staan. Dus ben ik heen gegaan om daar foto's te maken. En toen heb ik die beelden bekeken. Nou, er bleken toch wel een paar gaten in zaten, dus dat niet alles mooi gescand is. Dus even een keertje terug. Maar het is gewoon leuk, vind ik, om op pad te gaan met je drone en een paar honderd foto's te maken van zo'n object. En dan heb je het in 3D. Ja. Je weet nooit wat eruit voortkomt. Hè? Soms gebeuren gewoon met iets leuks, komt daar iets commercieels uit voort. Nou, dus, dat is niet mijn intentie, maar het kan wel leuk zijn. Ja. Dankjewel, dat was het. Ja, Vincent had nog in de chat gezet, Altspace is zo'n app bijvoorbeeld. En op reactie van Arjan, Pix 4D. Ja, is klopt. Ook een, dat is ook een software ding. Verder waren er geen vragen. Wat we zouden. Ik kan nog een paar andere 3D-modellen laten zien. We kunnen ook zeggen dat we afronden. Dat is een beetje aan jullie, denk ik. Wat denk jij, Debbie? Nou, laten we maar handjes stellen. Iedereen kan zijn hand omhoog steken als hij nog wat modellen wil zien, denk ik. Dus bovenin in Teams. Kijken even hoeveel mensen nog wat willen zien. Er heeft nog iemand een vraag. Oh. Vincent, volgens mij heb jij een vraag. Ja, sorry, ik weer. ik werk al een poosje met 3D en virtual reality. En ik... Het is een moeilijke markt. Het zijn allemaal hartstikke leuke dingen waar echt een heleboel mee kan. Wat is jouw ervaring? Waar zie je het stukje toegevoegde waarde in dit geheel? Want dat is altijd de truc om het commercieel te kunnen maken. Ja, nou ja, dat heeft deels te maken met... ik kies specifiek voor deze twee technieken. 360 graden video en 3D.
Dat heeft eigenlijk twee redenen. De ene is omdat ik het zelf dan kan uitvoeren of met hulp van iemand anders. Dus ik hoef er geen hele productieteams en externe partijen bij te pas te komen. Dat zie je vaak wel bij echte virtual reality toepassingen waarbij je bijvoorbeeld beroepshandelingen kunt uitoefenen, bijvoorbeeld voor de verpleegkunde of zo. Dat zijn echt serieuze projecten en daarmee ook vrij complex. En dat verhoogt de drempel. Tweede is de technieken die waar wij mee werken, die zijn een soort van platform onafhankelijk. Dus als je geen VR-bril hebt of geen AR-bril, kan je er toch gebruik van maken. Mm-hmm. En je kunt het in je eigen omgeving insluiten. Dus je hoeft het niet bijvoorbeeld op een aparte server of op Sketchfab of zo die modellen tot je te nemen. Je kunt ze in je eigen omgeving stoppen, door je eigen sausje eroverheen kunt gieten. Dat vind ik ook de kracht van dit soort modellen. Ja. Om een voorbeeld te geven, zo'n 3D-model van van zo'n microcontroller, het leek mij aardig om die in de e-learning te stoppen. En het was geloof ik 20 minuten werk of zo, toen had ik het voor elkaar. Oké. En dat is gewoon, het is een kwestie van, je moet een beetje geluk hebben natuurlijk, maar het is een kwestie van zoeken in de juiste databases en hopen dat je daar jouw 3D-model kunt vinden. Dus die koop je dan. Die stop je in Sketchfab en dan plak je hem in je eigen omgeving. En dat is niet echt nauwelijks meer werk dan een foto opzoeken van het model. Dus, qua werkproces, in iets mindere mate geldt het ook voor 360 video, vind ik het heel, heel krachtig. Ja, en het voordeel van 360 video, voor mij is het echt vooral die onderdompelende ervaring. Dat je echt, met name voor soft skills training. Het werkt wel, dan wel weer wat beter met een VR-bril op. Maar dat je de mensen echt zo voor je zit, voor je hebt. En dat je echt het gevoel hebt dat ze voor je staan. Terwijl je gewoon naar een video kijkt. Dat heeft wel is heel krachtig. Ja, ik vond je toepassing in het ziekenhuis geweldig. En in principe kun je elke sollicitant een kartonnetje toesturen waar je zijn telefoon in kan proppen. Ja. En dan kun je aan de gang. Dat is super. Ja, klopt. Ja, dankjewel. Wat we zouden kunnen doen is, ik blijf in ieder geval nog even online. Ik moest Ronald jou nog iets laten zien, iets voor jou opzoeken. Als andere mensen willen blijven hangen, dan kan dat ook. Ik heb nog een paar 3D-modellen. Ik heb bijvoorbeeld voor SVO ook nog voedsel gescand, wat online staat, kan ik laten zien bijvoorbeeld. Voor de mensen die dat leuk vinden, die kunnen blijven hangen. En voor de rest lijkt het mij prima om af te ronden. Sta jij erin, Debbie? Ja, dat is denk ik prima. Dan, er waren nog een aantal geïnteresseerden die wel wat meer wilden zien. Dus die kunnen dan inderdaad blijven hangen. En de rest, ja. Bedankt voor jullie aandacht, denk ik. En ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Dat Sjoerd jullie weer wat meer nieuwe informatie hebben gegeven. En we zullen morgen nog even een mail sturen met eventueel dat je het nog terug kan kijken. En mocht je vragen hebben aan Sjoerd, dan zou ik zijn contactgegevens ook nog even in de mail zetten. Zodat jullie nog contact met hem op kunnen nemen. Ja, en je kunt altijd even terugkijken in mijn LinkedIn-tijdlijn. Want ik heb best wel veel gepost over wat ik ook wat ik hier heb laten zien. Dus deels hetzelfde, maar deels ook andere voorbeelden bijvoorbeeld. Dus als je meer wil weten, dan kan ik je dat aanraden. Oké, nou dus voor de mensen die willen blijven hangen, graag. Ik laat graag nog wat zien. Ik kan nog wat uitleggen. Misschien kan ik laten zien hoe ik modellen in e-learnings insluit. En voor de rest zou ik zeggen, dankjewel. En wellicht tot een volgende keer. Oké, ik ga weer mijn... Nee, wacht, Ronald, ga eerst even jouw vraag beantwoorden. Daarvoor moet ik even naar mijn LinkedIn toe.
Ja, het heet Mood Up. M-O-O-T-U-P. Mood Up. Dat is dus een... om dus even te kijken, we zijn nog met z'n elfen, dus volgens mij zit iedereen er nog in. Goed om te weten. Dus Mood-up is dus een virtueel 3D virtual events platform. En door hun samenwerking met Sketchfab kun je dus ook je eigen ruimtes met Sketchfab modellen inrichten. Even denken, ik ga mijn scherm delen. Oké, ik zit hier, ik heb mijn scherm weer gedeeld. Ik zit hier in een elektronische leeromgeving. Ik ga een paar vensters afsluiten om de snelheid wat te verhogen. Oké, ik zit hier dus in de in RISE. Wat wel grappig is, ik heb dit 3D-model ingesteld op automatisch roteren. Ja, dat vind ik zelf wel grappig. Dan geef je een soort van een hele basale animatie mee. Je voegt wat toe aan de insluitcode en hij gaat eigenlijk als vanzelf draaien. Als mensen iets willen vragen, dan kunnen ze wat mij betreft gewoon hier direct doorheen doen. Dus het hoeft niet zo formeel wat mij betreft. Iedereen kan zichzelf unmuten nu, dus okay. Iedereen kan zelf wat zeggen. En als mensen er tussenuit willen piepen, ik heb niks in de gaten. Even denken hoor, wat zal ik gaan doen? Oh ja, wat ook wel grappig is hierbij bij uitvoeren bijvoorbeeld. Uitvoeren, hier komt dus een soort van stappenplan voor het maken van een luchtmeetstation. En wat ik hier heb gedaan is bij iedere stap hoort een 3D-model bij. Maar ik heb iedere keer hetzelfde 3D-model gebruikt. Maar wordt telkens vanaf een wat andere kant wordt die belicht, zeg maar. Hij zoomt nu vanzelf in, ik heb nu nog niks gedaan, zoomt hij in op dit onderdeel. Dus dit heb ik ingesteld in het 3D-model. Dus deze stap die gaat dus over het bevestigen van dit 3D-geprinte onderdeel in de lasdoos. Maar het is dus, ik heb dus ervoor gezorgd dat hij automatisch inzoomt op dit stukje. En als ik dan naar de volgende stap ga, deze, zal je zien dat hij een andere... inzoomt op een ander gedeelte, op een andere annotation. Het is niet ideaal, hè? Want je ziet dat het best wel tijd kost om die modellen te laden. Dus waarschijnlijk ga ik hier toch terug op traditionele foto's. Maar hier is hij dus automatisch ingezoomd op annotation nummer 1. Dus één en hetzelfde model. Ik zal even uitzoomen. Maar op verschillende manieren te gebruiken. Dus gaat het op deze manier. Even denken hoor. Sketchfab kanalen. Daar ga ik het even over hebben. Net zoals bij YouTube kan je bij Sketchfab je eigen URL aanmaken. Dus ik heb hier bijvoorbeeld voor de opdrachtgever MK Publishing is dit hun eigen URL. Dit is ook dus een adres die je kunt communiceren. Als je dus wilt dat mensen naar jouw kanaal gaan om daar een 3D-model te bekijken, kan het op deze manier. Dan kun je het nog een beetje optuigen met je eigen naam en logo enzovoort. En hier zie je dus dat onder andere die modelwoning die ik net geopend heb, die staat hier dan tussen. Ik ga nog op
was net naar het kanaal van Consortium. Ga ik weer even naartoe. Ik heb hier collecties aangelegd. Hetzelfde als de afspeellijsten in YouTube. Dit zijn dus collecties die ik met deels eigen 3D-modellen, maar ook 3D-modellen van andere partijen. Dus je kunt dan dus ja, eigenlijk op je eigen pagina, met, dit is dan de link die erbij hoort, kun je dus een selectie met 3D-modellen aanbrengen, waarbij dus alleen deze op ons eigen kanaal draait en de rest zijn modellen van anderen. Wel grappig trouwens, want deze bijvoorbeeld, dit is een zonnepark. Ik ben hier ook geweest met mijn VR-bril op en dan loop je er echt tussendoor, zeg maar. Iets anders, wat schiet me gewoon wat dingen te binnen. Musea, er zijn heel veel musea op Sketchfab. Wat, wat zij doen, is hun collectie eigenlijk scannen in 3D, waar we het net ook over gehad hebben, en maken zijn eigen kanaal aan. Dan moet ik even gaan zoeken. Ja, het British Museum bijvoorbeeld. Dus hier is dus iemand langs geweest, denk ik, met een soort van draaiplateau en een paar camera's. Dus al die kunstvoorwerpen zijn allemaal één voor één op zo'n draaiplateau gezet met die camera's erop. Oh, zit nog geluid bij Joko? Het geluid eruit. Maar hier heb je dus. Nou zijn dus die beelden gewoon gescand. Die kun je dus zo bekijken. En ook weer in virtual en augmented reality. En dan die annotations, die zorgen er dan weer voor dat bepaalde onderdelen uitgelicht kunnen worden. Dus dit is hoe musea het onder andere gebruiken. Ik schiet me telkens iets binnen. Nu ga ik weer even terug naar Rice. En stel vragen tussendoor. En ik heb hier voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is middelbaar beroepsonderwijs voor de mensen die het niet weten. Voor studenten met een IQ tussen de 60 en de 80, 60 en de 90 ongeveer. Dus heb ik geprobeerd om samen met een docent e-learning voor te maken die heel toegankelijk voor ze is. En natuurlijk weer omdat ik er aan bij heb gedragen, heb ik veel met 3D gedaan. Dus dan zie je hier alvast het eindresultaat. Het gaat het maken van een simpel bakje. En wat wel grappig is, is als je dus bij de stap uitvoeren. Even laden. Dit is een animatie. Dus hier zie je dus hoe jij jouw plaat moet vouwen tot een bakje. Dus ook dat wordt ondersteund. Dus ietsje meer werk, maar ik ga naar een van mijn eigen kanalen. Wat hier wel aardig is, dit is opwindspeelgoed, zogenaamd, van 2 eeuwen geleden. Ik heb dat 3D-model natuurlijk niet zelf getekend, daar heb ik niet de kwaliteit voor. Maar als het goed is geluid bij.
Maar hier, dit is dus door iemand getekend. Ik heb dat gekocht en omdat ik het leuk vond op Sketchfab geplaatst. En ja, dat is van carousel. En die kan je natuurlijk ook weer in augmented reality in je eigen woonkamer plaatsen. En er zit ook geluid bij. Iets anders. Dat is ook een kanaal van mij. Bij SVO vakopleiding Food willen ze aan de slag met 3D voedsel. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben naar de slager gegaan, heb daar een varkenshaas gekocht. En ik kon het nog helemaal niet, 3D scannen. Dus ik ben gewoon aan de slag gegaan, kijken wat ik kan. En om met als doel om een opdracht binnen te halen om voedsel te scannen. Nou, dus ik heb dus die varkenshaas een aantal keren gescand. Op een gegeven moment begon hij zelfs niet meer te eten, omdat hij al te lang in de koelkast lag. Maar SVO heeft een andere partij gevonden die al een grote collectie heeft aan 3D-modellen. Dus wij mogen dat niet voor ze uitvoeren. En dat is ook niet zo gek, want dat is ook hoe ik zelf werk. Ik probeer zo min mogelijk zelf te tekenen, want dit soort dingen maken kost gewoon ontzettend veel tijd. Dus als het je dus lukt om 3D-modellen in te kopen, dan kan je daar heel veel tijd mee besparen. Dan moet je net een beetje geluk hebben dat je kunt vinden wat je zoekt. En daar ga ik even een voorbeeld van laten zien. Want bijvoorbeeld CG-Trader is dus een voorbeeld van een plek waar je 3D-modellen kunt inkopen. En wat we nu gaan doen voor SVO, we gaan eigenlijk een fastfood restaurant. Dus getekend door iemand. Toevallig heb ik die, SVO heeft net hun Sketchfab kanaal op orde. Dus ik heb toevallig vandaag dat 3D-model wat ik met hun had afgesproken om te gaan modelleren aangeschaft. Dus dat is dit model. En dit is een soort van fake fastfood restaurant. Nou ja, SVO heeft bijvoorbeeld de opleiding Fast Service, waarin ze dus studenten opleiden voor de fastfood business. En dit is dan het 3D-model, waarvan je hier foto's en video's kunt zien. Maar doordat ik het dus op Sketchfab ga plaatsen, ben je niet afhankelijk van een paar van die renders, waarbij dus de maker heeft bepaald wat je ziet. Dan kun je zelf helemaal vrij rondlopen in jouw 3D-model. En het idee is dus dat hier, ik ga het model zo aanpassen, dat er voor studenten ook daadwerkelijk wat te doen is. Dus dat ze bijvoorbeeld dingen moeten opzoeken, dat ze moeten herkennen dat het vies, dat er iets opgeruimd is, opgeruimd moet worden, dat er iets vies is. Dingen over houdbaarheid bijvoorbeeld zou je hier mooi in de keuken kunnen stellen. Dus dit gevaarte komt in zijn geheel op het SVO Sketchfab kanaal, maar dan wat aangepast, zodat er genoeg voor die studenten te doen is. Dan voeg ik die annotations toe om objecten op een bepaalde manier uit te lichten en te voorzien van informatie. En deze modellen worden dan ingesloten in een nieuw Spring, dat is de elektronische leeromgeving waar SVO mee werkt. Met daarbij ook de opmerking van, heb je de beschikking over een VR-bril, bezoek dan ook dit restaurant in VR, want dan heb je een meer een onderdompelende ervaring. Dus dat is eigenlijk een truc die ik toepas om mooie content te creëren, zonder dat het me heel veel tijd en daarmee heel veel geld kost. Want dit is $110 en dat is echt wel goed te doen voor iets wat zo enorm veel tijd gekost moet hebben om te creëren. Dus dat wat betreft fastfood. Vragen? Zijn er vragen? Kom er dan maar tussendoor als je wil. Ik zal ondertussen even kijken hoeveel mensen er nog. Ik zal even het scherm delen. Nog steeds 11. Ja, ik raak een beetje door mijn ideeën heen om te vertellen.
Nou, ik was wel benieuwd, eigenlijk zelf, Sjoerd, hoe je die 3D-modellen weer kan implementeren in bijvoorbeeld een applicatie. Want wij zijn natuurlijk zelf voor met Cavero voor SVO een productherkenningsapp aan het maken. En daarin doen we eigenlijk verschillende soorten producten in. En de kenmerken van die producten zetten we in een app. Mm-hmm. En daar kunnen studenten dan in kijken, recepten vinden. Maar dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je een heel 3D-product ziet staan. Is dat dan makkelijk in zo'n app te implementeren? Dat kan ik je niet met zekerheid zeggen. Ik verwacht van wel. Ja. Als je kijkt hoe Sketchfab, hoe die integratie is met allerlei andere partijen, schat ik in dat, dat je vrij makkelijk met ze kunt samenwerken. Of misschien hebben ze er zelfs al standaard plugins of zo. Ja. Ja. Okay. En als een app een iframe ondersteunt, ik weet niet precies hoe AirPower werkt, maar stel je voor dat het een iframe ondersteund zou worden, zoals dat wordt ondersteund door HTML en door e-learning omgevingen, dan kan je het sowieso gebruiken. Oh. Dus dan, ja. En je ziet ook wel, je zou eens kunnen kijken bij Audi bijvoorbeeld, hoe zij omgaan met Sketchfab. Ja. En dan krijg je een beetje een indruk van hoe je het kunt integreren in je eigen omgeving. Ja. Oké, dankjewel. Wat gaan jullie ook samenwerken met Digital Chef? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, want Digital Chef is dus de tekenaar van voedsel. Dus als het daarover gaat, dan zul je met hun te maken krijgen. Ja. Want kijk, ik ben een beetje voor ingenomen. Ik denk altijd, wat kan ik doen met Sketchfab? Maar er zijn nauwelijks alternatieven. Je hebt een Nederlands bedrijf, dat heet Vectar. Die doen ook een beetje vergelijkbaar met wat Sketchfab doet. Vectar is beter in augmented reality, maar ze doen niks met virtual reality bijvoorbeeld en met het insluiten van 3D-modellen. En dan kom je al snel weer terug bij Sketchfab vanwege die het gebruiksgemak en die platform onafhankelijkheid. Dus een beetje zo. Oké, nou dan stel ik voor, als er verder geen vragen zijn, dat we afronden. Want ik kan niks meer bedenken om te vertellen.